In Nederland hebben we dus twee. En dan zie je het verschil. Dit is de grijze zeehond. Die heeft een hele grote kop. Dat is meer een hond. En een kattenkop is de gewone zeehond. Heel vroeger was de grijze zeehond het eerste in Nederland. Die is verdwenen door bejaging en ook door bewoning. Maar ze zijn nu sinds 20, 30 jaar zijn ze terug in Nederland. En ze handhaven zich zo. Dit is het verschil. Maar er zijn nog meer verschillen tussen de soorten. Ze krijgen namelijk, de een krijgt in de zomer zijn jongen. En dat is de gewone zeehond. De gewone zeehond krijgt zijn jongen op de zandbank. En als het hoog water wordt, bij laag water gebeurt dat. En bij hoog water moet hij direct zwemmen met zijn moeder. Wordt 3 weken gezoogd, krijgt dikke vette moedermelk. En moet in 3 weken tijd moet hij meer dan 30 kilo worden. Want anders gaat hij het niet redden. Want die moeder zegt, na 3 weken wegwezen, dan moet je zelf maar vis gaan eten. Nou, ik vertel jullie zo ook nog over de vis. Zo, dit zijn de gewone zeehonden. En hier zie je notabene dat er 2 liggen te drinken. Nou, dat gaat altijd mis, want 1 krijgt maar genoeg. En de gewone zeehond wordt ook zo geboren met gewoon zijn compleet vel. Die hebben dit witte haar, die hebben ze wel, maar in de moeder. Die zit dus nog in de moeder. En als ze geboren worden, gaan die witte haren eraf. Want anders kunnen ze niet zwemmen. Maar als je dan de grijze zeehond hebt, moet ik hem even oppakken. Dat zie je, die heeft die witte vacht wel. Die grijze zeehond blijft zeker 2 à 3 weken op het strand liggen. Op een hoge zandbank die niet onder water loopt. Want hij kan gewoon, je ziet dit witte haar, daar kan hij niet mee zwemmen. En dan drinkt hij zich helemaal vol. De moeder komt dus iedere keer weer terug. Dan drinkt hij zich helemaal vol. En dan later gaat hij ook vis eten. Maar er is een heel groot verschil tussen de gewone. De gewone zeehond is altijd bij zijn moeder. En de grijze zeehond gaat ook op visvangst.